Zo Wilfred, jij werkt al een poosje bij ons. Ja. Je bent aan het gissen geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Kun jij eens vertellen of dat gis iets uitmaakt voor de manier van werken hier? Ja, dat maakt op zich wel wat uit. Eerst kregen we een project binnen. Was een stagiair, was heel druk geweest. Met een kaart. Eens even kijken, dat ik hem niet sloop. Nou, die heeft hier met heel veel vlaggetjes, heeft hij overal bijzondere woondoeleinden opgeplakt. Maar met wat voor doel? Om het in kaart te brengen van hoe zijn de concentraties. Ja, oké. En hoe is dat dan nu anders? Nu kan het anders. Nu kan je ook via Geoport, hoef je het niet analoog aan te leveren, maar gewoon digitaal teken je het netjes in. Geoport, digitaal tekenen. Wat is Geoport dan? Geoport is ons portaal naar geografische informatie. Nou, daar kan je gewoon mooi op intekenen via redlining. Je tekent gewoon je figuurtjes. Waar zit wat? Nou, hier zit een bepaalde situatie. En zet een tekst erbij. En dat is een lokale applicatie of wat is dat voor applicatie? Dat is op dit moment een applicatie die alleen binnen de gemeente Zwolle werkt. Maar in de toekomst kan je het ook extern gebruiken. Webservices? Ja, gebaseerd op webservices. En als hij dat heeft ingetekend? Dan kan hij het gewoon opslaan. Via project sla je het op. En vervolgens vraag je om een link, die zet je in de mail en je stuurt het naar een collega. En wordt het echt gebruikt? Ja, het wordt zeker echt gebruikt. En hier zie je al een resultaat waar iemand een pdf ervan gemaakt heeft. Kortom, Geo verandert ons werk. Dat doet het zeker. Hey, bedankt hè. Jo.